Hoi, ik ben Florens van Immobilia en ik ben hier bij de Oostlaan 28 in Pijnakker. Midden in het centrum van Pijnakker ligt deze winkelruimte. Daar heb je de parkeergarage, dus als je je klanten ontvangt, dan kunnen ze daar parkeren. En ik ga je nu de binnenzijde laten zien. We starten hier dus in het winkelgedeelte, circa 240 vierkante meter, met hier aan de voorzijde de rolluiken. Zowel voor de deuren als voor de raampartijen. Met hier aan de achterzijde dus het winkelgedeelte. Veel ruimte hier. Ja, je kan hier dus beginnen wat je wil. Zeg, ik heb een leuke winkel die ik wil gaan starten. Dan kan dat. Dus hier ligt vloerbedekking. Er zitten rondom wat stopcontacten. Hier staan kolommen. Daar moet je dus wel rekening mee houden dat je de kolommen moet laten staan. Boven hebben we nog wat ruimte, multifunctionele ruimte. En die ga ik je nu laten zien. We komen hier op de eerste verdieping. We gaan hier de eerste ruimte in. Zoals ik beneden al zei, dit is een multifunctionele ruimte te gebruiken als opslag of eventueel als woonruimte. Dan zou hier de woonkamer zijn en anders is het gewoon een opslaggedeelte. Hier lopen we nog door naar ruimte nummer 2. In dit geval of opslag of eventueel een slaapkamer. Hier dus aan de voorzijde gelegen. We lopen hier door en dan zien we hier een toilet en we hebben hier nog een doucheruimte. En vanuit hier lopen we door naar het keukengedeelte. Dat is dus hier aan de zijkant van het gebouw. Dus of voor de winkel of dus voor het wonen. En we hebben boven ook nog een ruimte. Ook een opslagruimte of een zolder. Die ga ik je nu laten zien. Hier dus de voorzolder en hier de andere ruimte is ook hier weer te gebruiken als opslag of eventueel als slaapkamer. Met hier het zicht naar de achterzijde en daar het zicht naar de voorzijde. En we lopen nu nog naar beneden toe. Daar hebben we nog een terras en daar ga ik je nu mee naartoe nemen. En hier is het terras nog aan de achterzijde van de woning. Met hier nog wat zicht. Mocht je zeggen, ik vind het leuk om hier een winkelruimte te starten, dan kan dat. Stuur ons een e-mail, bel ons, dan maken we samen met jou een afspraak om deze ruimte te bekijken en je te voorzien van informatie.